Nicky Terpstra, ik had je graag willen feliciteren met de winst. Is een derde plek ook mooi? Als je ziet waar we vandaan komen, is het wel mooi. Toch gingen we nog de finale in om... eigenlijk met alles of niks. We konden winnen of op het podium eindigen. We hadden gewoon afgesproken, vanaf het begin vliegen we erin. En het startschot ging en Juri had al 10 meter voorsprong. Dus we openden de koers en we hebben gevochten voor wat er waard waren. Jullie hebben gevochten, Juri Havik. Jullie openen, ja, het is natuurlijk briljant, maar meteen zo hard knallen. Het leek onmogelijk twee ronden goed maken. Jullie geloofden erin? Ja, misschien tegen beter weten in geloven we erin. Maar het was gewoon alles of niks. En het is uiteindelijk niet helemaal niks als je bedenkt dat we zondagavond nog op plek 6 heel uitzichtloos stonden. En liever zo strijdend ten onder als dat we weer als makkelammetjes achter elkaar aan hadden gereden.